Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Bibox. Door de Nationale Gezondheidsbeurs. Ook al doen we soms ons best, er is altijd ruimte voor verbetering. Deze week staat Mijn Leven, Mijn Gezondheid in het teken van Haal meer uit je leven. Even lekker ontsnappen aan de dagelijkse sleur, ga dan een dagje trampoline springen. Dat schud je de hele week lekker van je af. Ik ben vandaag daarom bij JumpXL en Marley gaat mij uitleggen dat trampoline springen niet alleen heel leuk is, maar ook heel sportief en gezond. Trampolinespringen is in Amerika heel erg populair. Hè? Daar heb je al heel veel trampolineparken. Maar in Nederland wordt het ook steeds populairder. Hè? Het is heel erg aan het ontwikkelen in Nederland, maar ook in de rest van Europa. Het is hier ontdekt. Want je gaf net wel aan, het is eigenlijk voor iedereen toegankelijk. Hè? Iedereen kan trampolinespringen. Iedereen kan erop. Het is vanaf peutertjes vanaf een jaar of één. En die springen niet, die zitten en die laten zich vallen en die rollen met een bal. Vinden ze super, super leuk. Maar het gaat tot 50ers, 60ers. Maar hoe zit het dan met het gezondheidsaspect? Iets wat leuk is, is al gezond, want je wordt er vrolijk van. Maar het is ook heel gezond, omdat je krijgt heel veel zuurstof in je lijf. In de belangrijke organen, ook naar je hersenen, naar je weefsels. Je lymfevocht gaat weg, want je krijgt deining in je lijf. Dus dat is ook heel erg gezond. Maar het is ook omdat je zacht landt en terugveert. De energie blijft in je lichaam, maar je krijgt geen klap. Dus het is eigenlijk heel blessurevrij trainen. Ja, het is sportief en gezond en het is heel leuk om een dagje uit te gaan natuurlijk. Want als ik dan naar een trampolinepark ga, wat kan ik daar allemaal precies verwachten? Ik vergelijk het ook wel eens met een zwembad. Je hebt een zwembad, je hebt vrij zwemmen. Nou, dan weet je, dan is er één bad en iedereen plonst erin, iedereen doet wat. In een trampolinepark, het is vrij springen. Dus daar komen hele goede en helemaal niet zo goede. Je gaat allemaal door elkaar heen. Maar er zijn ook doelgroepuren. Net zoals bij een zwembad. Dus lesjes voor kleintjes, voor wat grotere. Er zijn kinderfeestjes, er zijn trampolfitnesslessen, dodgebaluren. Ja. Hoe zit het dan met de veiligheid? Nou ja, mits je je natuurlijk normaal gedraagt, is de veiligheid hetzelfde als bij elke normale activiteit. En als ik nou 10 minuten trampoline spring, waar kan ik dat mee vergelijken? Of is het überhaupt te vergelijken met een andere sport qua resultaat, zeg maar? 10 minuten trampoline springen staat gelijk aan een half uur hardlopen. Dus het is ook nog eens, het is een echte fatburner. Ja. En dat is een hele leuk, heel leuk bijeffect van zo'n leuke activiteit eigenlijk. Ja. Ja. Oh, ik krijg ontzettend veel zin om trampoline te gaan springen. Dus ik denk dat we maar even gaan. Wil je nou meer weten over trampolinespringen en waar je dat allemaal kunt doen? Kijk dan bij ons op de website mijnlevenmijngezondheid.tv. Soms zitten kinderen niet zo lekker in hun vel of lopen ze vast in hun sociale contacten. Om deze kids een steuntje in de rug te geven, biedt Sammy psychomotorische therapie aan. Hiermee worden de kinderen zich spelenderwijs bewust gemaakt van zichzelf en hun omgeving. Daphne Teunen en Marijke Smits leggen uit hoe dit werkt. Er zijn drie pijlers waaruit wij werken. Wij zetten psychomotorische therapie in en de systeembegeleiding. We werken vanuit de positieve benadering. Psychomotorische therapie staat ervoor dat we gaan bewegen en sporten met kinderen, zodat ze zich mentaal verder kunnen ontwikkelen. De systeembegeleiding richt zich er weer op dat wij ook het gezin, de omgeving zelf, in beweging gaan zetten en willen zetten. En de positieve benadering gaat er heel erg om dat kinderen gaan leren experimenteren met positief gedrag en met nieuw gedrag. De kinderen die bij ons aangemeld worden, dat is heel erg uiteenlopend. Er is een grote groep kinderen die zich regulier ontwikkelen, maar wel op sociaal-emotioneel gebied een steuntje in de rug kunnen gebruiken. En dan kan je denken aan iets weerbaarder worden, zelfvertrouwen ontwikkelen, leren vrienden maken. Oh, ik vind het leuk om met Marijke samen oefeningen te doen. Gewoon beter voor mezelf is ook. Hoe ik moet reageren, gaat het ook beter op school en thuis ook. Uh,
Er wordt op verschillende manieren gewerkt met kinderen. Soms werken we met een hele klas, soms werken we met een klein groepje en soms werken we met een kind individueel. Wanneer we met een hele klas werken is het vaak omdat het dan gaat over de interacties op sociaal gebied tussen alle kinderen in een klas. En dan kun je denken aan hoe ze kunnen leren omgaan met pesten, hoe kinderen beter rekening met elkaar kunnen houden, hoe ze meer kunnen gaan samenwerken. In kleine groepjes werken we eigenlijk vooral als het gaat bij kinderen om hoe kan je op een goede manier met leeftijdsgenootjes omgaan. En daarnaast werken we individueel met kinderen. En dat is, dan heb je eigenlijk wat meer gelegenheid om ook echt op inzicht te werken. Dus dan kunnen kinderen wat meer inzicht krijgen in van waarom voel ik me nou onzeker? Wat zijn er nou mijn triggers om boos te worden? Wat je vaak ziet is dat kinderen zich vooral op het gebied van hun zelfbeeld goed ontwikkelen. En hun zelfvertrouwen wordt daarmee ook versterkt. Ja, wat ik heel vaak van ouders terughoor, dat ze het fijn vinden om te horen, de dingen die jij ziet in de zaal, die kloppen ook met wat wij zien thuis. Ouders die vertellen vaak dat ze dat waardevol vinden. En ook de interventies die er dan in de zaal gebeuren, die kunnen ze vaak ook thuis toepassen. Dus op welke manier moet ik mijn vragen stellen? Ik denk dat het heel leuk en zinvol is om op jonge leeftijd al iets te leren over jezelf en over hoe je dingen aanpakt, zodat je daar de rest van je leven profijt van hebt. Wil je meer weten over hoe je kinderen een extra steuntje in de rug kunt geven? Kijk dan op mijnlevenmijngezondheid.tv. Wanneer je overgewicht hebt, is dat een optelsom van verschillende factoren. Maar hier is vaak geen begrip voor. Anja Mulder van de Nederlandse Obesitasvereniging vertelt dat de bestaande vooroordelen over overgewicht en obesitas vrijwel altijd onterecht zijn. Obesitas is ernstig overgewicht. Ben je 5 kilo te zwaar, dan moet je niet zeggen ik heb obesitas. Nee, dan ben je 5 kilo te zwaar. Maar ben je 25 kilo te zwaar, dan denk ik dat je kan spreken over obesitas. Ja, de oorzaak van obesitas is meestal niet één ding. De oorzaak van obesitas is een combinatie van verkeerde leefstijl en van je aanleg, je genen. En die combinatie die maakt of iemand te zwaar wordt. Vooral het vooroordeel van dik is dom en elk pondje gaat door het mondje. Dat zijn de meest gehoorde vooroordelen. En elk mens die echt last heeft van obesitas, die de ziekte obesitas heeft, die doe je daar ongelooflijk mee tekort. Dat vind ik jammer. Ik denk dat we met z'n allen obesitas bespreekbaar moeten maken. Als kinderarts zie ik veel kinderen die veel te zwaar zijn. En heel vaak zeggen ze dan, ja, het is zo oneerlijk, want mijn buurmeisje, die is hartstikke dun. En die eet wel 4 boterhammen met de lunch. En ik eet er maar 1. En zij is dun en ik word te dik. Kijk, nou dat klopt dus. Dat kan dus dat bij jou anders ligt dan bij je buurmeisje. En zo geldt het dan voor jou als kind, dat als jij minder kan eten dan een ander, dat je dubbel zo hard moet werken om een gezond gewicht te houden. Je loopt niet de hele dag te eten. Als je dus aanleg hebt voor obesitas en je zou dan de hele dag lopen eten, dan kan je binnen de kortst mogelijke keren de deur niet meer door. Dus vanzelfsprekende manier ga je al rekening houden met eten. Slaap, te weinig slapen, leidt tot verminderde verzadiging en dus meer eetlust. Leidt ertoe dat je lichaam meer in de vetopslagstand gaat staan. Medicijngebruik, soms werkt medicijngebruik ook ongunstig op je gewicht. Of chronische stress hebben. Stress leidt ook tot een verandering in je eetpatroon. Tijdelijke immobiliteit. Dus je moet eerst zien uit te vinden, wat speelt er voor dit individu? Wat speelt er voor dit mens? En waarom eet deze bijvoorbeeld te veel? Of voor anderen spelen er hele andere dingen. Het kan bijvoorbeeld ook zijn dat je helemaal niet te veel eet, maar dat je te weinig beweegt. Ook dat kan weer allerlei verschillende oorzaken hebben. Dus je kan wel tegen iemand zeggen, je moet minder eten. Maar als dat ondertussen met emotie te maken heeft, dan kan je veel beter die emotie proberen aan te pakken of iemand leren hoe die daarmee om moet gaan, in plaats van alleen maar zeggen, je moet minder eten. Want dat gaat niet werken dan. En als derde spelen er je aanleg, je genen. En die genen die sturen allerlei processen aan, zoals bijvoorbeeld je verzadiging, je verbranding, je eetlust. He, dus die bepalen hoe iemand toch met dezelfde leefstijl de een wel te zwaar wordt en de ander niet. In een vertrouwde omgeving, in vertrouwde omstandigheden, denk ik dat het voor de obese mens heel belangrijk is dat hij erover kan praten.
Daar ligt namelijk heel vaak een teerpunt. Ik denk niet dat je zomaar in de tram kan zeggen tegen iemand van... hey joh, hoe kom jij zo dik? Dat lijkt me geen goeie. Maar het bespreekbaar maken in je directe omgeving is heel belangrijk. Want vaak bevrijdt dat. En het geeft een stukje voorlichting waardoor ieder mens anders gaat kijken naar een obese mens. Wil je meer weten over de oorzaken van obesitas en hoe je hiermee kunt omgaan? Kijk dan op www.mijnlevenmijngezondheid.tv. Lichamelijke klachten kunnen vaak veroorzaakt worden door emotionele blokkades. En andersom kan het ook net zo zijn. Nou, vandaag spreek ik Henriette Rozo van Voed en Energie. En zij gaat ons vandaag vertellen hoe je door middel van voetreflexzonnetherapie blokkades op kunt heffen en energie ook beter kunt laten stromen. Henriette, wat is voetreflextherapie precies? Dat is een therapie waar door middel van drukpunten onder de voeten die verbonden zijn aan de organen, aan gewrichten, het lichaam in balans kan brengen. Mm-hmm. Je stimuleert die drukpunten en via die energiebanen kan je blokkades opheffen. En hoe ziet zo'n behandeling er dan precies uit? Ik begin met een intakegesprek als men voor het eerst komt. Mm-hmm. Ik moet toch wel weten waarvoor ze komen en wat het verwachtingspatroon ook is. Of ze bij een arts zijn geweest of niet. En anders zou ik ze alsnog eerst naar de huisarts sturen. Yeah. En daarna begint de behandeling. En dan ga ik eigenlijk 176 punten op de voeten af. Dus via die voet wordt eigenlijk het hele lichaam afgewerkt? Ja, ik werk niet klachtgericht. Mm-hmm. De klacht kan overal vandaan komen. Ik weet dat niet. Ik mag ook geen diagnose stellen. Nee. Dus overal kan het vandaan komen. Dus ja, dan behandel je het hele lichaam. En hoeveel behandelingen hebben mensen zo gemiddeld nodig? Om op een gegeven moment te ervaren of de behandeling iets voor je doet, is 4 keer. Elke week, 4 weken achter elkaar. Oké. Ja, dan kan je ook zeggen of de behandeling geschikt is. Of het ook iets voor die persoon is. Welke mensen hebben hier nou baat bij? Ja, eigenlijk iedereen. Maar vooral ja, mensen die mentale of fysieke klachten hebben. Dan worden ze eigenlijk naar hun voeten getrokken, uit hun hoofd. En dan komt die rust. En dan van daaruit kan je verder. Ja, en kan alles weer lekker een beetje gaan stromen. Kan gaan stromen, ja, inderdaad. Ik kijk hier nog eventjes mee bij de voetreflextherapie. Maar wil je zelf nou meer weten over dit onderwerp? Ga dan eventjes naar onze website mijnlevenmijngezondheid.tv. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Bibox, door de Nationale Gezondheidsbeurs. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de Nationale Gezondheidsbeurs. Ontzettend veel mensen dragen een bril of contactlenzen. Je kan ze tegenwoordig overal kopen. Maar het gevaar is dat de kwaliteit van deze producten er daarom vaak bij inschiet. Judith Haring van Contactlenscentrum WFG is optometriste, werkt nauw samen met oogartsen en legt uit waarom je zorgvuldig met je lenzen om moet gaan. Het is nodig om naar een optometrist te gaan op het moment dat je oogklachten hebt. Als je bij een opticien bent geweest en je hebt oogklachten en de opticien komt er niet goed uit, dan kunnen de optometristen de screening voortzetten in pluis, niet pluis. We kunnen als optometrist zijn de mensen breed gespecialiseerd in het opsporen van oogziektes als glaucoom, staar, maculadegeneratie, maar ook bijvoorbeeld bij jonge kinderen qua samenwerking tussen de ogen als er dubbelbeeld is. Daar zijn wij wat meer in gespecialiseerd om daarop te screenen. We zijn eigenlijk een beetje de schakel tussen opticien, huisarts en oogarts en kunnen dan ook via de huisarts naar een gerichte specialist doorverwijzen. Ik ben gespecialiseerd met name in het aanmeten van contactlenzen. Dat kan zijn contactlenzen op medische indicatie en het kan zijn contactlenzen op cosmetische indicatie. Het kunnen ook lenzen zijn om een leesprobleem op te lossen. En als je een bril hebt, is je gezichtsveld ook vaak wat beperkt door de randen van de bril. En dat mis je bij contactlenzen. Je blikveld is groter en vrijer. Als mensen de keuze gaan maken om contactlenzen te gaan dragen of al contactlenzen dragen, is het belangrijk om die ogen goed te laten controleren. Er kan een hoop misgaan, maar ben je bij een goede gediplomeerde specialist, die bijvoorbeeld aangesloten is bij een ANVC als contactlensspecialist of aangesloten is bij de optometristenvereniging, de OVN, of ingeschreven staat als HBO-optometrist in het kwaliteitsregister, dan weet je dat je goed zit. Nou, het is belangrijk om goed advies te krijgen en een goede screening te krijgen van je oog om de juiste passende lens bij je oog te krijgen.
Je kunt tegenwoordig overal contactlenzen vandaan halen. Op het internet, bij een supermarkt, bij drogisterijen. Maar dat wil niet altijd zeggen dat het gezond is van je oog. Zeker met zachte lenzen is het gevaar als je een zachte lens draagt en je plukt hem zomaar ergens vandaan zonder gedegen advies of onderzoek. Er kan bijvoorbeeld tekort zuurstof bij je oog komen en dan kunnen bloedvaten tot horenvlies in gaan groeien. En dat is natuurlijk niet de bedoeling. Je moet gewoon goed voor je ogen zorgen. Nou, als iemand bij mij in de praktijk komt voor het aanmeten van contactlenzen, dan neem ik eerst een uitgebreide anamnese af, waarin ik vraag van wat zijn iemands dagelijkse omstandigheden. Voorts doe ik een topografie. En daar komt een advies uit voort van zijn mensen geschikt voor harde lenzen, voor zachte lenzen. Een tip voor de lensgebruiker, als je voor lenzen kiest, laat je ogen goed controleren als je gaat. Zorg goed voor je ogen, dan kun je ook langer tijd probleemloos lenzen dragen. Wil je meer weten over de risico's van verkeerd lensgebruik en hoe je zorgvuldig met je lenzen om kunt gaan? Kijk dan op mijnlevenmijngezondheid.tv. Het laten zetten van een nieuwe tatoeage is ontzettend leuk en spannend. Maar om lang van je tattoo te kunnen genieten is het belangrijk om deze goed te verzorgen. Peggy Everstein van Tattoo Met legt je uit waar je op moet letten. Als je thuis bent en je hebt je folie eraf gehaald, is het belangrijk dat je heel erg zorgvuldig met je tattoo omgaat. Ten eerste dat je heel veel dingen laat. Dat je niet heel lang in bad gaat liggen of juist helemaal niet. Niet lang onder de douche gaan staan, niet de zon in, niet de sauna in en helemaal geen strakke kleding dragen. En je moet verzorgingsproducten gebruiken, zodat die goed heelt, goed schoon blijft. Het is belangrijk om je tattoo goed te verzorgen, zodat je huid lekker soepel blijft. Snel heelt, zodat die beschermd is en dat je kleuren mooi goed behouden blijven. Welke producten worden er zoal voor gebruikt? Dat zijn eigenlijk worden op dit ogenblik de bestaande producten worden voorgeschreven. Zoals producten voor babybilletjes, tepelkloven of schrale huid. Die blijken in de praktijk niet altijd even goed te werken. Zijn mensen allergisch voor bepaalde ingrediënten, zoals wolvet. Daar kunnen sommige mensen echt flinke huiduitslag van krijgen. En dat is heel erg jammer, want er zijn op de markt gewoon speciaal voor de tatoeages ontwikkelde verzorgingsproducten. Waarom verschillen die van de producten op de lijst? Ze hebben een betere helende werking. Smeren beter uit, waardoor je je kleding meteen kan aantrekken. En je kleuren beter behouden blijven. En bescherming tegen de zon. Eigenlijk een completere verzorging. Hoe verzorg je je huid na het verwijderen van een tatoeage? Allereerst kalmeer je de huid met een hydraterende crème. Vervolgens wil je dat die huid regenereert. Dus dan doe je een goede af te lezen cap met pantenol. En daarna, als die helemaal geheeld is, als je de zon in gaat, vooral een goede sunblocker gebruiken. En ook daarvoor heb je speciaal ontwikkelde producten. Nou, ik ben blij dat er een hele nieuwe tattooverzorgingslijn is. Die het hele verzorgen van A tot Z, te reinigen, het verzorgen en ook nog de nazorg, dat er eindelijk nu iets op de markt is wat echt goed is. Een verschil met de andere producten die er zijn is dat het ten eerste parabenenvrij is. Het is 100% veganistisch. Er zitten dus geen dierlijke producten in waar mensen vaak allergisch voor zijn. Daarnaast smeert het veel lekkerder dan de zalf die tot dusver bestaat. Het laat een heel dun filmlaagje op en het is niet zo vet als de andere producten. En dit is het enige product wat echt ontwikkeld is voor de tattoo-markt. En tot nu toe was dat er niet. Wil je meer weten over tattooverzorging en welke producten je daarbij kunt gebruiken? Kijk dan op mijnlevenmijngezondheid.tv. Even goed op de centen letten. Ja, dat is soms makkelijker gezegd dan gedaan. Helemaal als je al in de schulden zit. Wat kun je nou doen om goed je schulden aan te pakken? Nou, Lida van Unicorn gaat me dat vandaag vertellen. Lida, jij bent een bewindvoerder. Ja. Wat is dat nou precies? Bewindvoering houdt in vermogensbeheer. Mensen hebben geen goed inzicht hoe ze hun financiën moeten beheren. Ja. En dat doen wij voor hun. Hoe ben je nou ooit hierin terechtgekomen? Ik ben vroeger in aanraking geweest met mensen met problemen via mijn werkgevers. En later heb ik het in de familiesfeer meegemaakt. En toen is een beetje het balletje gaan rollen. Er zijn heel veel mensen met schulden. Hoe komt het nou dat ze het zo ver laten komen? Ik denk dat mensen
meer schaamte hebben om aan te kloppen wanneer ze hulp nodig hebben. Wat kun je er nou aan doen om schulden zo, nou ja, zo vroegtijdig mogelijk aan te pakken? Voor jezelf een budgetplan te maken. Goed op papier zetten. Wat zijn de vaste lasten? En wat komt er binnen? Tot slot, naast het overzichtelijk maken, heb je nog meer tips? Ja, ja, zeker weten. Mensen die ook zeg maar bij ons klaar zijn, alles is op de rit, geef ik ook altijd aan. Ga voor jezelf 3 bankrekeningen openen. Eentje waar alle inkomsten op komen en waar vaste lasten van betaald worden. Mm-hmm. 1 rekening, wat wij dan de leefgeldrekening noemen. En daarnaast een spaarrekening waarvan wij adviseren. Zet er minimaal of spaar minimaal 1000 euro. Dat als je echt een heel belangrijk iets nodig hebt, dan heb je een buffertje en dan kan je dat ook zo aanschaffen. Wil je nog meer informatie hebben over hoe je je schulden aan kunt pakken? Ga dan eventjes naar onze website mijnlevenmijngezondheid.tv. Een beurs bezoeken is de uitgelezen kans om nieuwe ideeën op te doen en interessante workshops te volgen. Zo ook op de Nationale Gezondheidsbeurs. Onder andere Dr. Frank, Ralf Moorman en Amber Albarda zullen hier aanwezig zijn en spreken over bewuste levensstijl. Maar waarom staan deze sprekers op de Nationale Gezondheidsbeurs? Om dat uit te zoeken gaat Martine in gesprek met Dr. Frank, auteur van het boek Het Hongerige Brein. Dr. Frank, u geeft ontzettend veel voorlichting aan mensen met betrekking tot afvallen. Waarom vindt u dat zo belangrijk? Nou, overgewicht, en dat heeft 50% van de Nederlanders. En we denken wel, er lopen 1 miljoen mensen rond met een gewicht van bijna 100 kilo. Ja, dat is heel veel. Dat is natuurlijk een hele schadelijke aandoening, want alleen overgewicht is niet zo erg. Maar je krijgt er heel veel nare, rottige ziektes van. En u gaat dus ook op de gezondheidsbeurs staan, heb ik begrepen. Wat gaat u daar precies doen? Nou, juist op die gezondheidsbeurs kan ik mensen ontmoeten om mijn visie, mijn ideeën over overgewicht uit te leggen. En misschien kan ik nog wat leren van mensen, van god, wat is jouw probleem en hoe kunnen we in contact komen. Want u heeft ook een boek geschreven, heb ik begrepen, Het Hongerige Brein. Waar gaat het precies over? Je buik is niet honger, maar je brein is hongerig. Okay. En dit boek gaat eigenlijk over hoe je zelf kan afvallen. Vanaf 11 tot 14 februari staat Mijn Leven, Mijn Gezondheid op de Nationale Gezondheidsbeurs. De beursspecial is op 21 februari te zien. Wil je meer weten over de beurs en de sprekers op de beurs? Kijk dan op www.mijnlevenmijngezondheid.tv. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door de Nationale Gezondheidsbeurs.